schieten. Mensen, drink dan niet zo. Mijn jaarpikken die vallen uit van de plank. Was beroep dat hij niet van de graaf was, het magerig Carminkel. Carminkel? Carminkel, dat is je zus die me rotte appelen loopt. Mensen, laat me er nou zeur. Ik moet met dit kuitje mee naar de Zandamse kermis. Nou, kapper, wat van je beurt af. Oh, wat verdik me, je klapt mijn poda's af, boeren heen. Ah, ja, als je me uitkalt, dan zal ik je anders trakteren, lelijke steenaap. Oh, mag iets, de boot die fluit, dan laat me de deur. Nou, dan vooruit, dan maar zo, zelf vooruit, hoor. Ja, ik wil naar Zandam. Land in, hou vertrag. Hoor uit! Ik moet met die bootje naar Zandam. Zo, ik dacht dat je met deze kuit naar Amerika wou. Nou, Sammy. Hé hoor, dag Hein. Nou zou je niet later het thuis komen. Dag, dag. Nou, we gaan naar de Zandamse kermis hoor. Hé, wat lollig. Wij zijn verloren kameraden. Wij zullen het ander nooit verlaten. Wij zijn de jongens van de infanterie. Wij zijn de trots van de soldaten. Van de soldaten. Annemer. Och meester, breng me eens een cognacje. Maar nou, oké. Dit is geen vergunning, zeg je. Zet hem dat in de drankwet van Kuiper. Nou, als ik die Kuiper te pakken krijg, dan krijgt hij een vrijzetter, hoor. Als ik nou zeeziek word. Die grasneger, die wordt zeeziek op de Zandamse boot. Bedoel je mij soms met grasneger? Ik ben geen grasneger. Om de dode dood niet, hoor. Ik ben Hannes. Om mensen te rijden, Hannes. Zeg, joh, hebben ze jou niet met 7 locomotieven naar de klei getrokken? Ik wel nee, man. Waarom? Omdat het gras nog tussen je kiezen zit, daarom. Ja, vooruit hoor, muziek. Dag mensen, dag Hannes, dag Kappen. Oh, wat zijn die mensen hier allemaal vriendelijk. Dag mensen, nou nog gaan we naar de kermis hoor. De Zandamse kermis had weer verloren. Pauzeluizenieren. De Zandamse kermis had weer verloren. Pauzeluizenieren. Nou jongens, nou gaan we naar de andere kant hoor, naar de kermis. Nou jongens, rechtuit hoor, ik ruik oliebollenlucht al. Lekker zuur, hadden eieren. Hé, dat is wat voor mij. Kan ik hier zuur krijgen? Voor mij pak ik in het zuur. Nou, geef mij dan maar 10 aardeuren en 3 porties zuur. Wie doet die ben ik uit de verstopping? Voor mij pak ik die 6 verstoppingen als ik mijn eieren aan mijn poten ben. Binnen dat vers, eier. Ja, natuurlijk, ik heb ze vanmorgen al pas gelegd. Ah, daar rijdt de draaimolen. Daar ga ik in. Oké. Wat kost dat? 5 cent? Wat duur? Laat me eruit. Ben je bedonderd kapper eerst betalen? Bij af. Deze koeken kosten een dubbeltje 10 cent te geld. Je kan mijn camera gaan mee in de kop gooien. Zonder zich. Leed op. Oh, wat is dat mooi hier, hè? Hallo. Hier kan je zien. Koning Uliwatjekal, de laatst overgeblevene van de stam der menseneters. Geachte de publiek kan zien hoe deze man zich voedt met levende konijnen en ratten. Eerste rang 25, tweede rang 10 cent. De muziek geeft de laatste waarschuwing en de representatie neemt een aanvang. Dat moet ik zien. Is dat een echte menseneter? Ja, je mag wel oppassen dat je niet te dicht bij hem in de buurt komt hoor. Hij heeft verleden week nog zo'n stout neger opgevreten als jij bent. Nou, maar dan ga ik er niet in. Ja, je kan al gaan. Hij lijkt nou in de kapping. Hij is bang voor zijn aasmaak. Vooruit. Hier mensen, hier is de Amerikaanse fotografie salon. 2 portretten voor 50 cent direct mee te nemen. Hé meneer, laat je portretten maken voor je meisje. Wat verdikkie voor je meisje. Ik ben al 25 jaar getrouwd.
Het gaat naar de kermis, doet de lieve kerkje. Dat gaat naar de kermis, doet de lieve meid. Oh, wat een lollig stel, hè? Hier is te zien, dit arme dorre onderlijf. Eén drink, laatst op een gewoon mens. Is gehuurd en moeder van vier kinderen. Heer, dat is een mirakel. Een juffrouw zonder onderlijf en moeder van vier kinderen, dat word ik zien. Wat kost het? Eerst rang 25, tweede rang 10 cent, programma 5 cent. Hé, dan ga ik op programma zitten. Ah, laat me nou, ik word naar de juffrouw zonder onderlijf. I'm not going to be able to do that.